En later, dus in de jaren 60, in de jaren 70, telkens opnieuw wanneer er het Songfestival was, was het dus een paar weken wachten op wat zullen de Strangers er nu mee gedaan hebben. En ik weet nog, in de jaren 70, begin van de jaren 70, ben ik begonnen als losse medewerker op de sportredactie van de BRT. Ja, dat was iedere keer een voltreffer, want ik was een van de weinige Antwerpenaren daar. En wanneer de Strangers door de redactieradio klonken, zette ik dat wat harder. En dan zag ik mannen zoals Ivan Sonck en Herman Pauwels en Mark van Lombeek, ja, met een glimlach op hun gezicht, want ze vonden al die teksten natuurlijk ook wel prachtig. Antwerpen, Xena, Zoegeren. Antwerpen, ga ze maar lief. Ik wil mij aan te veren. Ga ze maar schoestige Land of Hope and Glory vind ik een nummer, het is een klassiek nummer, dat je eigenlijk moet laten wat het is. En zelfs de Strangers kunnen hun eigen Antwerpse volkslied, Antwerpen, ga ze ga vermaak, niet verbeteren. Dat is het. En dan moet je niet proberen over te gaan. Ook niet als je stranger bent. Sorry dat ik het zo cru stel. En ook heel die wedstrijd die er geweest is om een nieuwe Antwerpse hymne. Allemaal zeven in pakjes. Ik ben zot van A. Niet goed. Echt niet goed. Antwerpen, ga zich ga vermaak. Dat is het. Ik heb het zelfs aangeleerd aan het Harlem Gospel Choir vorig jaar toen die op de Night of the Proms zijn komen zingen. Dus 20 zwarte soulzangers uit New York. En ik heb hen dat aangeleerd en die hebben dat in het Antwerps gezongen in de laatste show. Antwerpen, kiek. Mijn hart verloren.